Volgens mij werkt het. Hey Patrick, hij wordt wakker. Jongen, ik heb het toch niet gemist? Nee, de voorstelling gaat nu beginnen. Rustig meisje, ik ben het. Joe, weet je nog? Als ik ooit degene zie die Clam zo triest gemaakt heeft, heb ik hem wel het een en ander te vertellen, zoals jij en bent een sukkel. Ah, waar maak ik me zo druk om? Deze hele toestand is morgen niets meer dan een grappige herinnering. En dan nu ons hoofditem. Reuzenoester is gekwetst. De enige aanwijzing die is gevonden is deze pinda. En zoals u kunt horen gaat deze oester door met het uitstoten van zijn vreselijke kreten. Het vreselijke gehuil kan over de hele wereld gehoord worden. Het doorbreekt niet alleen de geluidsbarrière, maar het breekt zeker ook de harten van onze burgers. Welke vrede onverschillige slechte persoon is het die opzettelijk een van de zachtaardigste wezens van Neptunus zo van streek heeft gemaakt? Oh! Nee, Gerrit, hoe zou ik iets over die oester moeten weten? Aangevallen? Ik voel me niet aangevallen. Tartaarsaus, is dit soms een verhoor of zo? Dit is de politie. Ja, momentje. Bent u SpongeBob SquarePants? Ja. Doe die oogbollen terug in je hoofd en wil je een paar vragen stellen. Was jij op de dag van het oesterincident in de dierentuin? Ja. Heb jij wel of niet deelgenomen aan zogenaamde dierentuinvrolijkheden? Ja. En ken je misschien dan ook deze pinda? Ja. Ik heb nog één vraag. Is het waar dat jij in het verblijf van de oester was samen met ene Patrick Ster? Ja! Ja, het is waar! Allemaal waar! De vrolijkheid! De pinda! Patrick! Dat is alles wat we wilden weten. Sla hem in de boeien! Zo, jullie zijn goed zeg. Ik was wel de laatste die ik verdacht had. En ik ben echt de hele tijd naar me op zoek geweest. De perfecte misdaad. Ja, vertel dat maar aan de rechter, Roze. Oh nee, Patrick is veel te gevoelig voor de gevangenis. Ah, wacht, stop. Jullie moeten mij hebben. Ik heb het gedaan. Laten we pinda's naar hem gooien. Kijk of hij dat ook leuk vindt. Ik krijg wat ik verdien. Wacht! Stop met die pinda's. Patrick Ster is onschuldig. Ik ben hier om de waarheid te onthullen. Ze zeggen dat eerlijkheid en oprechtheid beloond worden met vertrouwen en vergeving. Ik kom hier mijn kaart op tafel leggen om de takken der misleiding van de levensboom te hakken. Om de onverzorgde bakkenbaarden van het gezicht van de waarheid te scheren. Oké, zeg het dan maar, Spons. Ik was het die de pinda gegooid heeft. Ik weet dat het fout is wat ik deed. En dus zeg ik, het spijt me, artiestenreuzenoester. Het spijt me, Patrick. Het spijt me, burgers van Bikinibroek. Hey, laten we pinda's er allebei gooien! Ja! Wacht, kijk, hier is de echte dader. Goedemorgen. Meneer Krabs! Ik wist het! Meneer Krabs heeft een heel belangrijk ding van de oester gestolen. Zie hier! Wat smerig! Oh, wacht even. Zie hier, de parel van de oester. Alsjeblieft, meisje. Ja! Wat een pareltje. De oester is moeder. Die parel was geen parel. Het was een ei.